Loetevé op bezoek bij Dorcas. Bij me staat Jan van den Berg. Jan, we zijn nu 3,5 jaar onderweg. Hoe gaat het? Ja, hoe gaat het? Elke keer als dat aan ons gevraagd wordt, dan denk je daar eens goed over na. Maar denk je onvoorstelbaar, toen wij 3,5 jaar terug hier begonnen, in een winkel die 8 jaar leeg heeft gestaan. En je kijkt 3,5 jaar verder wat er nu staat en hoe de ontwikkeling van Dorcas is. Ja, dat is onvoorstelbaar. Zo goed. Het eerste jaar, weet ik nog, toen had je een bepaald budget gehaald en dat had je aan het goede doel gegaan. Hoe is dat verder gegaan? Nou, elke winkel is autonoom en die mag kiezen welk project ze gaan sponsoren. En als je ja zegt tegen een project, dat betekent dat je ja zegt tegen een bepaald bedrag waar je gegarandeerd voor staat. Nou, het eerste jaar hadden we dat project al heel snel gevuld. En hebben we dus weer een ander project erbij kunnen kiezen. Alleen dit project is een algemeen project. Er zijn bepaalde projecten die lopen wat achter financieel. En daar gaat dat geld naartoe. En ook dat loopt echt onvoorstelbaar goed. Buiten dat je de goede doelen mee steunt, doe je ook heel veel voor de samenleving door het middel van deze winkel. Ja, dat klopt sowieso. Dat team mensen wat hier rondloopt, ruim 70. Ja, met elkaar is dat na 3,5 jaar is het toch een soort familie geworden. En er zijn best wel eens een keer hier en daar wat dingetjes geweest. Maar over het algemeen is er een fantastische mooie sfeer. We hebben hier ook een behoorlijk aantal mensen die dus werkeloos zijn. Die we proberen weer terug te brengen naar werk. We hebben mensen met rugzakjes. Woensdags dan hebben we hier een hele club zitten. Het is van Carander. En dat zijn kinderen onder andere met Down. Die hier bij ons ook allerlei werkzaamheden verrichten. Ja, met elkaar proberen we dat op die manier vorm en inhoud te geven. Dus niet alleen maar winkel zijn, maar veel meer dan dat. Ja, dat is het gedeelte hier binnen, maar het gedeelte buiten. Je doet ook veel voor de samenleving, omdat je dingen aanbiedt in de samenleving voor een prijs die ze normaal niet kunnen betalen. Ja, nou, dat klopt. Wat je wel ziet is dat sommige mensen toch wel vinden dat Dorcas Winkel Elburg iets aan de hoge kant is. Maar daar zijn de kwaliteiten ook weer naar van hand naar. En je ziet ook dat er een verschuiving is in het publiek wat we hier krijgen. Ik zeg niet beter of slechter, maar wij verkopen inmiddels ook aan de Dorcas kant meubels voor prijzen waar wij vroeger helemaal niet aan konden denken. Maar dat is ook het aanbod wat je krijgt. En dat wordt gewoon toch heel vlot verkocht. Een aantal jaren geleden ben je begonnen hier met deze meubellijn erbij. Maar binnenkort is er weer wat nieuws. Ja, nou, we werken sinds ruim 2,5 jaar samen met Karsenwonen uit Nunspeet. En daar hebben we dus de meubel outlet. Outlet, dat wil zeggen dat er partijen gekocht worden voor hele mooie scherpe prijzen. En daar werken we samen mee. Wij verkopen dat voor de outlet. En Dorcas krijgt daar 10% van. Ik moet eerlijk zeggen dat dat ook een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Niet alleen voor ons in termen van omzetten, maar ook voor Karsenwonen. Want in de polder verkochten ze bijvoorbeeld weinig. En op het moment, wij hebben juist de polder heel erg aangeboord. Ja, je ziet hoeveel klanten er ook naar Karsen toe gaan vanuit de polder. Ook dat is weer een hele mooie win-win situatie. En nu vrijdag? Ja, nou, hiernaast ons, dat weet je, er zat een pand, er zat een tapijtboer in. En die is failliet gegaan. Nou, dat is altijd heel sneu als dat zo is. En die ruimte die kwam leeg. Maar ja, we krijgen soms zulke verrassingen, zulke mooie cadeaus. Er is een meubelzaak failliet gegaan. En ook weer in samenwerking met Karsen hebben ze daar eerst een uitverkoop gehouden. En alles wat daar over was, is hier naartoe gekomen. Dat hebben wij geschonken gekregen. De ruimte hiernaast stond leeg. Dus ik heb dat kunnen huren voor 2-3 maanden met een opzegtermijn van een maand. En het is allemaal splinternieuwe topmeubels voor bodemprijzen. En dat, vrijdag gaat dat winkeltje open. Ik kan me voorstellen, weer een poot erbij, dat het ook moeilijkheden geeft wat betreft het aantal vrijwilligers. Moeilijkheden in zoverre. Mensen zijn steeds enthousiast. Ze roepen wel eens een keer van Jan, stop nou een keer. Het is goed zo. Maar als je zulke kansen en mogelijkheden krijgt, ja, die moet je gewoon niet laten lopen. Die mag je niet laten lopen. En dat is, ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt van nou, daar ga ik niet aan meewerken. Want ze zijn allemaal enthousiast. Alleen ze zeggen wel, denk je ook wel eens een beetje aan jezelf, want dan lopen er hier een paar rond. Dus het hardnekkige team, die zijn praktisch altijd aanwezig. Ja, het is een mooie winkel en die moet je ook mooi houden. Dus daar moet je best voor doen. Maar heb je nog vrijwilligers nodig? Nou, we kunnen best wat vrijwilligers gebruiken. Dat heeft inderdaad met de uitbreiding te maken. Dat kan zijn op de kledingafdeling, dat kan bij de kassa zijn. Mensen moeten ook wel bereid zijn om af en toe eens een keer zaterdags in te springen. Maar met name op de vrachtauto zouden we best een paar goede stoere kerels kunnen gebruiken. Dus bij deze meteen mijn oproep, jongens. Kom lekker naar Dorcas toe en kom ons helpen. Wanneer begint die mooie verkoop? Vrijdagochtend om 10 uur is Dorcas weer open en is hiernaast ook de winkel open. Jan, ik wens je er veel succes mee. Bertus, dankjewel. Inmiddels is bij me komen staan Dirk van Renselaar van Meubel Outlet Nunspeet. Dirk, een paar jaar geleden ben je hier begonnen samen te werken met Dorcas. Heeft het gebracht wat je daarvan dacht? Nou, het heeft meer gebracht dan ik ervan dacht. Toen we startten, toen was het echt even van, ja, hoe gaan we dit aanpakken?
En het blijkt dat, wat Jan net al aangaf in zijn speech, van enthousiast team. Nou, dat is gewoon echt zo. Maar ik wil eigenlijk als eerste een compliment maken aan Jan en aan zijn vrouw Beb, die deze kar trekken. Maar ook alle medewerkers natuurlijk. Maar er moet altijd iemand de kar trekken en dat doen ze met heel veel enthousiasme. En de samenwerking is gewoon buitengewoon. En die is alleen maar beter geworden naarmate de tijd gevorderd is. Dus ik ben meer dan enthousiast. Een tijd geleden heb je dus die keuze gemaakt om die samenwerking aan te gaan met Dorcas. Waarom heb je voor Dorcas gekozen? Nou, het is, ik had op een gegeven moment een meubelzaak in Nunspeet van de hand gedaan. En Kassen wonen, hè, waar Jan net al op doelde. En we hebben daar de meubeloutlet. Ik wilde graag partijen kopen. Maar het mooie is om dat te kunnen koppelen aan een goed doel. En deze combinatie was gewoon fantastisch. Vrijdag begin je aan een nieuwe uitdaging. Een nieuw deel van Dorcas. Dat Dorcas wordt uitgebreid met een vierzementsverkoop. Ja, we hebben inderdaad het aanbod gekregen om een grote partij meubelen eerst te verkopen. Voor een partij die ermee ophield. En uiteindelijk hebben we dat met heel veel succes veel dingen verkocht. Hele mooie winkel met echt mooi spul. Ook wat duurder spul. En wat krijg je dan als je spullen hebt die op wat hoger niveau zijn en dat voor een lage prijs. En wij hadden op een gegeven moment 50, 60, 70% korting. En dan merk je gewoon dat er echt veel verkocht wordt. Maar het was een hele grote zaak van 6000 vierkante meter. En die stond helemaal vol. En nou, we hebben ook gezegd, we trekken een datum. En dat is begin mei. En dan moet die helemaal leeg. En dan was het natuurlijk, als je een goede samenwerking hebt met Dorcas. Dan weet je ook gewoon, ja joh, het restant moet daar gewoon heen. En in overleg met degene waar ik die verkoop voor gedaan heb, zei van, ik vind het prima doel. Ik heb het ook een beetje uitgelegd hoe Dorcas werkt. En dat het echt bij de allerarmsten terecht komt, het geld. En dan merk je ook dat wij het in Nederland eigenlijk nog best wel heel goed hebben. En dat we dat ook goed kunnen verkopen, doordat het nu extra scherp is. En zoals Jan net al aangaf, we hebben dus een hele mooie ruimte hiernaast. Wat we ingericht hebben, met echt prachtig spul. We hebben daar mooie kandelaars, prachtige schilderijen en banken en stoelen. Alles voor minder dan de helft van de prijs. Oké, ik wens je er veel succes mee. Dank je wel.